Nou, ik ben Aart van der Noord. En we zijn hier bij de Maatschap Groot Roezink van de Noord. En we houden hier op locatie bijna 800 melkgeiten. En we kunnen iets groeien nog naar 850. En met bijbehorend jongvee, dan hebben we ongeveer 1100 dieren hier op deze locatie. We melken hier in een bouwmettingmelkstal van 2x40. Zij en zij hier hebben het exit. En dat bevalt tot nu toe bevalt het heel goed. Kan ook niet anders, helemaal nieuw. En daar krijgen we dus alleen nog melkmeters bij in. Zodat we straks ook elke geit kunnen zien wat ze geven. En bij de ingang komt een doorlooperkenning. Dus voor ons is dat nieuw. En we hopen dat dat goed werkt. Deze stal hebben we gebouwd met een idee om emissiebeperkende maatregelen te treffen. Dus deze geiten hebben we dus op hout lopen. En in de stal zit onder in de kelder. Want er zit dus een kelder onder die vloer, waar een mestschuif onder zit. En die wordt dus, de mest wordt dus één keer in de twee uur wordt die mest naar buiten gedrukt. En dan wordt dus de vloer die loopt dus ook af naar het midden, zodat de gier als eerste de stal uit is. En zodoende kunnen we ook ongeveer een reductie halen van 50 tot 70%. Ik heb eerst, nadat ik van school afkwam, heb ik dus eerst voor 3 uitzendbureaus gewerkt. Waar ik 3 aparte adressen had. Dus toen zeiden die boeren van, nou, misschien kun je ook wel voor jezelf beginnen. Dan kun je gewoon alles voor jezelf rekenen. Nou, dan ben ik over nagedacht en dat leek me eigenlijk wel een goed plan. Dus zodoende ben ik voor mezelf begonnen. En ik had eigenlijk bij ABO staat ik al aangegeven, nou, ik zoek eigenlijk een bedrijf. En als je iemand weet ergens, dan laat het maar weten. Nou, en toen elke keer bij een bedrijf was ik, en toen was ABO's ook toevallig, en toen deed ik voor mezelf. En toen zeiden ze van, je moet even een keer naar Groot Roezink en daar zoeken ze nog hulp. En misschien kun je daar ook wel iets verder kijken. Nou, zodoende ben ik eigenlijk hier gekomen in 2016, in december. En dat klikte goed. En toen ben ik rustig aan begonnen hier. En toen ook wel van allerlei dingen besproken van hoe wil je het gaan doen en wat wil je. Want het was ook wel een beetje een intentie van hun om iemand te vinden om het bedrijf door te zetten. Dus zodoende zijn we tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk wel met elkaar er tegenaan wouden. Dus we in 2017 hebben we een nieuwe jongveestal gebouwd. Nou, en toen dachten we, dan gaan we volgend jaar een nieuwe melkstal bouwen en een nieuwe stal. Maar dat ging niet helemaal zo zoals we wouden. Dus toen kwam de geitenstop. En toen kwam in Gelderland eigenlijk een beetje te sprake dat ze dus wel die boeren eigenlijk een beetje wel voort wouden helpen. Want het was niet van plan om de veehouderij kapot te maken als het ware. Want dat doe je eigenlijk met een geitenstop. Dat komt niet goed. Dan kun je niks, dan kun je niet innoveren. Dan kun je nog geen asbest van je dak halen. En toen mocht je dus wel dus... Toen kwamen ze erover uit dat je in Gelderland dus koppen mocht inwisselen, in plaats van lammeren ook geiten kon houden. Dus zodoende hadden wij in 2016 of in 2017 een nieuwe NB-vergunning aangevraagd voor 1100 dieren. En zodoende kunnen we dus nu ook meer geiten gaan houden, omdat we die NB-vergunning toen al klaar hadden. Dus dat is ons eigenlijk een beetje onze redding geweest. En dus nu kunnen we hier in deze nieuwe stal kunnen dus ongeveer, daar hebben we plek voor 1100 dieren. Alleen die kunnen niet aan het voerhek, dus die gaan we ook niet houden. Onze intentie is om eigenlijk een gezinsbedrijf te blijven en dan rond de 800, 850 melkgeiten het hele jaar rond te gaan melken. En dat moet eigenlijk lukken met onze aantallen wat we nu hebben. En de jongveeplekken wat we hebben, kunnen we 2 keer in het jaar gaan aflammeren. En dan
kunnen we zo proberen om de stal ook een beetje vol te houden. Ik vind het wel heel bijzonder hoe we dat allemaal hier zo neer hebben kunnen zetten. En nu hebben we wel een stal gebouwd met subsidie. Maar toen zouden we eigenlijk 5 ton subsidie krijgen omdat we een innovatieve stal wilden bouwen. Maar omdat in andere sectoren deze situatie wat wij in deze stal bouwen eigenlijk al bewezen is, hebben ze gezegd van jullie hebben geen innovatieve stal, jullie hebben een experiment. Dus toen kregen we in één keer 250.000 in plaats van 5 ton. Dus dat was eigenlijk even een tegenvaller. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal nu. Ik ben best wel vooruitstrevend, moet ik zeggen. En ik hoop dat we in 10 jaar tijd nog hier aan het boeren zijn. Dat is ten eerste al een ding. Kijk, want je weet nooit hoe het loopt. Maar zoals nu de situatie is, moet het eigenlijk wel goed komen. Maar dan hebben we het bedrijf een beetje gereorganiseerd verder. Als het goed is. Maar dat ligt er allemaal een beetje aan. Kijk, ik wil eigenlijk wel nu zeggen dat ik een nieuwe jongensstal heb nog erbij. Maar voor de kleine lammeren. Maar dat is nog toekomst. Je moet blijven dromen. Heb ik ook wel gedaan, vroeger al. Vroeger al boer worden. En toch wel uitgekomen tot nu toe. Dus ja, wel mooi.